Lions Club Paramaribo West heeft gisteren een back-to-school hair polish voor kinderen georganiseerd. Ze deed dat in samenwerking met Magic Barbershop en Siesta Capsalon Nieuwe Stijl. De organisaties hebben ongeveer 125 kinderen van twee tehuizen verrast met een knip-, was- en vlechtbeurt. Volgens Winston Liefeld, vertegenwoordiger van Lions Club Paramaribo West, wil de serviceclub op deze manier de kinderen met frisse moed het nieuwe schooljaar laten starten. Voor de serviceclub is de jeugd zowel nationaal als internationaal heel belangrijk. Echter zijn jeugdigen in tehuizen vaak de vergeten groep. Dat is een van de belangrijke redenen waarom er voor kinderen van deze tehuizen is gekozen, zegt Liefeld. Er zijn zoveel tehuizen in Suriname. Toevallig hebben wij met deze twee tehuizen een goede relatie, om maar zo te zeggen. En we hebben meerdere projecten met hen uitgevoerd. Ook de eigenaar van Magic Barbershop, Brian Tuur, heeft meerdere projecten met hen uitgevoerd. En dan hebben we voor deze twee tehuizen gekozen. Dit zijn Huizen Campagne en Huizen Nos Casitas. Ja. Is dit jullie eerste project samen met Magic Barbershop? Ja, het is ons eerste project samen. Magic Barbershop doet dit project al ruim 20 jaar. En dit jaar hebben we gemeend om daar onze bijdrage en onze support aan toe te voegen, zodat we meer kinderen kunnen bereiken en dat we het grote voor opzet kunnen neerzetten. En wat betekent dit zelf voor jou als een luid? Goed, als we kijken naar de kinderen, voornamelijk de kinderen die terugkomen van hun kapbeurt, denken van ah, je bent fris, Tamara, school begint weer. En dat is leuk om te zien, weet je, dat je denkt van hey, geef ze even een hart onder de riem steken, dat is goed. Volgens directeur-eigenaar van Magic Barbershop en Siesta Capsalon Nieuwe Stijl, Brian Tuur, is het een jaarlijks terugkerend project van zijn bedrijven. Tuur, die ook lid is van de Lions Club Paramaribo West, is door de leiding gevraagd of de club dit project ook mag ondersteunen. Hetgeen ik met alle graagte heb geaccepteerd, zegt Tuur. Lions heeft bijgewerkt en de directeur van de NVB heeft geholpen, de Lappenkoeshop. En ja, dat was gewoon zo gaat. Zo is het dat het heel geworden. Na 20 jaar doe ik het al, maar het is de eerste keer dat ik de pers heb uitgenodigd. Omdat vanwege de Lions. Maar dit doe ik al jaarlijks. En elke week ben ik ook bezig met kindertoerisme. Ja, toch, want je moet teruggeven toch. Ik bedoel, de heren geef je en dan teruggeven. En daardoor. Dus ik hou van bezig zijn. Het is de eerste keer dat ik zo groot ga hoor. Normaliter is dat 105. Ja, 100, 105. Maar vandaag is het 25 of meer. Dus ja, kijk wat het wordt. Brian Tuur, directeur-eigenaar van Magic Barbershop en Siesta Capsalon Nieuwe Stijl. Hij sprak gisteren tijdens de Back to School Hair Polish voor Kinderen. Het project is samen met de Lions Club Paramaribo West georganiseerd. 125 kinderen van twee tehuizen zijn getrakteerd op een knip-, was- en vlechtbeurt.